Ik heb mijn bachelor rechten gehad aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb deze master gekozen omdat ik heel erg graag mijn eigen keuzevakken wilde kiezen. En daar biedt deze master veel ruimte voor. Binnen deze master hebben we twee verschillende profielen. Een algemeen verdiepend profiel en een sociaal verdiepend profiel. De Amsterdam Law Practice biedt ruimte voor ervaringsonderwijs. Ik heb daar gekozen voor het practicum privaatrechtelijke rechtspraktijk. Daarbij wordt er gekeken naar de verschillende rollen in de juristenwereld. Onder andere de rol van de advocaat, de bedrijfsjurist en de rechter. In september en oktober heb ik stage gelopen op een middelgroot kantoor aan de Herengracht. En voor november, december dit jaar wil ik kijken naar een stage op de Zuidas. Om te kijken wat het beste bij mij past. In de master privaatrecht geef ik het verplichte vak bijzondere overeenkomsten. Daarnaast geef ik een vak over human rights in private law. In het vak Human Rights in Private Law bespreken we onderwerpen die op het grensvlak liggen van mensenrechten en privaatrecht. Daarbij kijken we concreet naar vraagstukken waarin mensenrechten doorwerken in de regulering van privaatrechtelijke vraagstukken. De Master Privaatrecht is een van de grootste masters van de rechtenfaculteit van de UvA. Om het voor studenten toch zo kleinschalig mogelijk te houden, zorgen we dat bij een aantal van de verplichte vakken niet alleen colleges worden gegeven, maar ook kleinschalige werkgroepen. Verder zijn de docenten ook heel toegankelijk. Je kunt altijd een vraag stellen als je nog iets wil weten naar aanleiding van het college of de werkgroep. Het is een brede opleiding en zeker de track privaatrechtelijke rechtspraktijk biedt veel keuzeruimte aan studenten. Onze alumni komen bijvoorbeeld terecht in de advocatuur, zowel bij de grotere kantoren als bij middelgrote en kleine kantoren die gespecialiseerd zijn in bepaalde gebieden. Andere alumni werken bij de overheid, de rechterlijke macht of in het bedrijfsleven. Binnen de track privaatrechtelijke rechtspraktijk ben ik verantwoordelijk voor het mastervak aansprakelijkheidsrecht en daarnaast practicum privaatrechtelijke rechtspraktijk. En daarin dagen we studenten uit om hun kennis en vaardigheden in te zetten in een praktijksimulatie en zo hun professionele identiteit als jurist verder te ontwikkelen. In het practicum ligt de nadruk op activerend leren. Je gaat zelf aan de slag met een casus, je brengt de positie van je cliënt in kaart, brengt ook advies uit aan je cliënt en schrijft processtukken. En daarbij denk je na over je rolopvatting als jurist. Dus wat zijn je taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van je cliënt, maar ook in de rechtspleging en in de maatschappij als geheel. Ik ben hiervoor ruim 6 jaar advocaat geweest in de civiele procespraktijk. En daar heb ik gezien hoe belangrijk het is dat je theoretische kennis kunt vertalen naar een praktische aanpak. Dat je strategische afwegingen kunt maken en ook dat je een kritisch standpunt kunt innemen. Met oog voor de individuele en collectieve belangen die op het spel staan. En juist die dynamiek proberen we te simuleren bij het practicum. Ook onderscheidend voor privaatrecht aan de UvA is dat weliswaar de meeste vakken in het Nederlands worden gegeven, maar dat er daarnaast ook veel Europees en internationaal georiënteerde vakken zijn die deels in het Engels worden gegeven. Ik werk als advocaat. Dat houdt in dat ik vooral adviseer op het gebied van het contractrecht, het consumentenrecht en ook het privacyrecht. Ik kom in mijn werk veel elementen tegen die ik in de master heb geleerd. Maar natuurlijk op een hele andere manier. Het verschil is dat ik nu meer verantwoordelijkheid krijg. Waar je studeren toch wel veel voor jezelf doet. Dat ik nu ook wel echt het gevoel heb dat ik iets rechtstreeks voor anderen kan betekenen. Mijn tip voor aankomende studenten zou zijn: bedenk goed welke keuzevak je inneemt. Denk daarbij vooral aan het totale plaatje. Uiteindelijk is je master toch het visitekaartje voor de toekomst. Bedenk vooral goed in wat voor organisatie jij je fijn voelt. En kies daar je baan op uit. En ik denk het belangrijkste, vergeet vooral niet om heel erg trots te zijn op alles wat je tot nu toe al hebt gedaan.